Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Ja, Brian, de eerste wedstrijd van 2018 zit erop. Ja, dat heb je heel erg goed gezien. Het zit erop, 1-1 gespeeld, voelde als een verlies. Maar ik denk dat we de eerste helft wel hebben laten zien dat we ontzettend goed kunnen voetballen. Alleen daar moeten we de wedstrijd al beslissen. Ik denk dat we met 3-0 voor moeten staan. Ja, gelijk spelletje. Dus niet tevreden over de wedstrijd, in ieder geval de uitslag. Begon goed de eerste helft. Ja, ik denk ook dat daar het punt ligt waarin we de eerste helft hadden we het af moeten maken. Want daar moet je eigenlijk 3-0 de rust in, op zijn minst. We speelden echt ontzettend goed en hun konden daar eigenlijk alleen bijhouden met schoppen. En hoe ik zeg, we moeten eigenlijk de wedstrijd eerste helft al beslissen. We hebben een aantal kansen gehad, een goede kans gehad om de 2 en de 3-0 te maken. Ja, dan weet je op een gegeven moment dat één shit goal weer de gelijkmaker is. En als je een tweede helft nog kans krijgt van mij en van Mason, dan voelt het ontzettend zuur. In de eerste helft maak jij die 1-0. Dat was een mooie goal. Ja, die zat er aardig in. Ja, goede voorzet, goede aanval. En ik kom eigenlijk altijd voor de goal bij voorzetten van rechts. En nu was het er ook weer. En hij was zo hard dat ik eigenlijk toen ik de ogen opende dat hij al een netje lag. Het leek wel ook fris en dat er weer veel lijn in zat. Met hem eens in de eerste helft? Ja, zeker. Kijk, je gaat daarna ook wisselen. Hè? Dinsdag alweer een wedstrijd. Er zijn een aantal mensen die we ook, waar we voorzichtig mee zijn. Hè? Rashica, die had wat spanning op zijn spieren. Toulani is nagenoeg terug. Dus we hebben ook met Arnold Kruiswijk hebben we rekening gehouden. Guram hebben we ook rekening mee gehouden. Dus je weet wel dat het invloed altijd heeft op het spel. Het wordt onrustiger. Maar nogmaals, ik denk dat de eerste helft dat een half uur lang, 35 minuten, dat we denk ik uitstekend gevoetbald hebben. En heel veel energie. En in de eerste helft kom je ook op voorsprong. Dat was een mooie treffer. Ja, dat was een goede goal. Ik denk dat we een aantal goede aanvallen hadden. En ik heb ze ook gezegd, je moet jezelf wel belonen, jongens. Want op het einde, als het gelijk is of als je hem verliest, dan onthoudt niemand de fase waar je heel goed speelt.
Dus wat dat betreft doe je vandaag ook weer jezelf tekort. En het is ons al te vaak overkomen dat we hem niet doordrukken. Dus wat dat betreft kunnen we weer de beelden laten zien. Deze week is er hard getraind in Spanje en nu afgesloten met een oefenwedstrijd. Met wat gevoel kijk jij terug op het trainingskamp? Nou, als ik dat meeneem, die jongens hebben echt keihard gewerkt. Dus vermoeidheid kan ook in de tweede helft misschien aan de orde zijn geweest. Dus met dat soort zaken probeer je wel een beetje rekening te houden. Dus een goede trainingsweek. Ja. En moeten we zorgen dat we in ieder geval klaar zijn voor dinsdag, zaterdag en de rest van de competitie? Ja, eens. We hebben drie wedstrijden waarin we de sfeer kunnen gaan bepalen. Want je weet, resultaten, positieve resultaten, die hebben ook een positieve invloed op de groep. Jawel, maar een goed gevoel. We hebben hier echt een hele goede week gehad. Zoals je ook vandaag zo gezien hebt. Het weertje was heerlijk. We hebben hier ontzettend goed kunnen trainen. Een fantastische grasmat. Een ontzettend goed hotel. En ja, we hebben hier gewoon een hele goede week gehad en we hebben plezier gehad samen, maar bovenal hebben we keihard gewerkt om fit te worden. En ik denk dat we heel erg fit zijn nu en dat we klaar zijn voor de tweede seizoen zelf. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.